Radio 4. AVRO. Virus met Giel Beelen. Beetje zin in vanavond? Ja, wat zei je? Of je er zin in hebt? Ja, zeker. Heel goed. Heel enthousiast om te klappen. Mooi zo. Goedenavond en welkom bij Virus. Dit is het leukste programma op Radio 4. Natuurlijk in samenwerking met de Schouwburg al hier en de Doelen op het hoekje in Rotterdam zijn we. Ook te zien op radio4.nl/virus, Cultura24 en sinds enige tijd ook op TV Rijnmond. Als je van het twitteren bent, doe iets met een hekje en dan muziekvirus en dan lezen we mee. En wat hebben we vandaag? Ja, echt een topshow, want we hebben hier echt dé maestro, dé pianosensatie uit Duitsland. Het is Hauske, hij zit daar. Ach, maar ja, hij verstaat me niet, hij is Duitsland. Maar het is wel echt te gek wat hij gaat doen. Verder hebben we een strijkkwartet van Codarts en we hebben echte helden. We rennen als 100 op mannen. 300 passen verrijden, pansen vrijen, randstad vrij, reizigers nemen, dagje vrij. Het zijn Boef en de gelogeerde aap. Zo klinken zij normaal gesproken. Maar hoe klinkt het als zij rappen op klassieke muziek? Dat gaan we straks horen. Maar eerst zijn ze hier met z'n viertjes. Femke, Lotte, Annelies en Aukelien. Oftewel het Sirene saxofoonkwartet. Sirene saxofoonkwartet. Dames, wat fijn dat jullie er weer zijn. We hebben, ik heb jullie eerder mogen ontmoeten al hier bij Virus. Toen hadden jullie nog kittige serveersterspakjes aan. Nu voor de mensen die geen beeld hebben, is het in het lentegeel. Ja, klopt. En hebben jullie ook weer echt iets nieuws? Wat jullie net speelden was Year of the Boar. Dat was van een man die ik zelfs ken, want ja, die schurkt een beetje overal tussendoor. Hè, als het gaat om klassiek en popmuziek. Zijn naam is Sufjan Stevens.
Ik ga loop even een analyse, want jij hebt het bewerkt. Dat klopt. Ja. En ben jij dus ook hiermee gekomen? Of? Eigenlijk, ik moet heel eerlijk zijn, Lotte is degene die... Stond ik toch goed, hè? Ja. Lotte, hoe ben jij erbij gekomen? Ik ben zelf echt een grote fan van Sufjan Stevens en ik vind zijn muziek echt waanzinnig. En eigenlijk voor het nieuwe programma waar we mee bezig zijn, Hollen en Stilstaan, gaat heel erg over het hedendaagse leven. Ja. Wat eigenlijk en hollen en stilstaan tegelijkertijd is. En ik vind dat de muziek van Sufjan Stevens echt ontzettend bewoordt wat deze tijd is. Hollen en stilstaan, dus tegelijkertijd snoeihard willen dansen in een club in Berlijn en tegelijkertijd gewoon met je vrienden lekker biertjes willen drinken. En daarna gewoon weer in New York in de metro willen zitten en deze muziek past in New York hebben ze, daar waar het inderdaad een beetje vandaan komt, daar hebben ze het indie classical genoemd. En is dat ook gewoon dan een beetje, of is dit het enige indie classical nummer wat jullie vanavond gaan spelen? Wat we vanavond gaan spelen wel, ja. Het is wel iets waar jullie graag aan schurken, dus begrijp ik. Jawel, in dit programma, ja. Hollen en stilstaan past daar gewoon heel erg bij. Dus daarom hebben we het speciaal in dit programma gezet. Ah, ik vind het leuk, want ik kan me voorstellen dat het een term is die voor het eerst een beetje op Radio 4 valt. Indie classical. Ik laat nog even wat horen. As he looks out to sea, is dit? Sark en Clint Snyder. Zou je een definitie kunnen geven van wat dan indie classical is en wat het verschil is met gewone klassieke muziek? Nou, ik heb het eigenlijk vooral het idee dat het meer een scene is, zeg maar. Dus klassieke muzikanten en componisten die zich heel erg kunnen vinden in wat popmuzikanten ook mooi vinden. En popmuzikanten die heel graag willen componeren en willen experimenteren met klankkleuren. Je hebt die gasten van The National, hè, die dat heel erg doen in zijn popband en Radiohead. Ja. Ik laat hier nog een stukje horen. I am coming for my things. Denk van, ik vind het te gek. Indie classical, we zullen wel even een leuk Spotify-lijstje maken op de site. Dat is Radio... Oh, jij hebt er al eentje. Ja, er is een Spotify-lijstje. Iets met indie classical? Indie classical, ja. Ah, we gaan hem linken op radio4.nl/virus. De virus vuurdoop. Als je altijd al een instrument hebt willen spelen, dan moet je maar eens komen hier op donderdagavond in de foyer van de Schouwburg. Want dan is de kans daar dat je gewoon in 1 uur tijd, de 1 uur service, een instrument kan bespelen. Dus ik zeg, Michael, kom maar naar voren en sla je slag. Ja, ik wil nu al een applaus. Ja, want hij doet het wel. Michael, jij hebt je aangemeld via onze Facebookpagina. Jij deed de duimpjes omhoog en jij wil fagot spelen. Hoe kom je daarbij? Ja, nou, ik vind het een mooi instrument en hetgeen wat ik er op over internet heb... Maar als in uiterlijk mooi of het geluid ook? Geluid, naam, uiterlijk. Ja, het lijkt me gewoon heel erg leuk om dit te bespelen. Oké. Nou, er was nog een tijd, maar misschien heb jij er minder last van, Michael, dat je dan ook faggot genoemd werd. Oh, dat maakt me helemaal niks uit. Maakt me echt niks uit. Je kan het hebben ook. Laten we even gaan luisteren naar een stukje van God op zijn mooiste. Eigenlijk wat we willen dat jij gaat spelen. Stravinsky, Sacre du Printemps. Ik zit er weer schaamteloos doorheen. Ik zou bijna zeggen, we kennen hem ook. Jij krijgt les natuurlijk, Michael. En de masterclass wordt gegeven door een man van wie ik ook een applaus verwacht. Voor wie ik een applaus verwacht. Hij is docent op een muziekschool in Krimpen, Jan Hollanders. Jan, dat stukje Stravinsky wat we net horen, dat is misschien een beetje wishful thinking in een uurtje, of niet? Dat gaan we ook niet proberen ook, denk ik. Nee. Dat is inderdaad hogeschoolwerk. Ja. Jij speelt eigenlijk overal en ergens, heb echt heel veel gedaan. Wat is het mooie van de fagot? Want jij speelt wel meerdere instrumenten. De rol die een fagot heeft, ben ik een fluitist. Ja. En ik ben ooit fagot gaan spelen omdat ik het leuk vond om wat meer te kunnen dan alleen maar fluit spelen. Wat er zelf is in de strijkersgroep, zou ik maar zeggen, dat lyrische, wat je net ook hoorde, waar hij heeft op de klank. Maar toch ook een beetje de bas, of niet? Ja, voornamelijk de bas, maar dit kan ook dus. Ja. En dat zijn we een beetje vergeten, dat niet voor God altijd verondersteld wordt, dat zit aan de onderkant. Maar dit soort mooie, vooral Russen zijn er heel goed in, Stravinsky, zo straks heeft mooie solos geschreven voor God. Ja, dat maakt dat instrument volgens mij eigenlijk aantrekkelijker dan dat het over het algemeen gevonden wordt. Maar... Het ziet er mooi uit. Jij gaat met Michael even een hokje hierachter pielen. Maar eerst willen we natuurlijk even horen wat hij er nu uit krijgt. Dus Michael, ik weet niet of je überhaupt weet wat de voor- en achterkant is. Daar kom ik wel uit. Daar kom je wel uit, dat denk ik ook wel.
Ja, je krijgt vast een hengseltje om. En dat is me toch eventjes... Het is lang niet niks zo'n... Kijk, gelijk even de eerste uitleg. Wat moet hij doen? Nou, hij moet zijn nek hangen. En dat moet natuurlijk een beetje passen. Want hier zit een haakje. Oh ja, dat moet er helemaal in geklikt worden. En dan zijn we er nog niet, want hierbovenin hangt een S. Dat is nodig. Ja. En dan heeft hij ook nog een riet nodig, want zo komt er ook nog niks. Dat komt... Heb je helemaal in een doosje bij je, Jan. Ja. Een stukje riet wordt eraan gehecht. Oké. Okay. Eens even kijken. Gelijk even een dubbel rietje, zie ik. Dat is goed. Oké. Okay. Nee, ik denk het, ja. Nou, dan ga je, Michael. Ja, ik moet even kijken waar ik moet drukken natuurlijk. Maakt niet uit. Het is nog... maakt nog niet uit, hè? Nou, hij krijgt er al geluid uit. Dat is niet gek. We checken straks hoe het gaat. Ik stuur jullie even naar achter, want dit willen we allemaal niet horen, die slechte geluiden. Maar zo dadelijk aan het eind van de uitzending, hè, dan ga jij meedoen met de Can-Can, met de grande finale, Michael. Succes. Ik heb er zin in. Dankjewel, Jan. We hebben er ook zin in. En hier is hij. Ja, ik ga hem toch aankondigen, want ik ben er gewoon echt blij dat hij er is. Hier is Hauska in de Hausja. Hauska, uit Duitsland dus. Well, Hauska, well, thanks for being here. Thanks for dropping by here in Rotterdam. Is there already a title for what you just played? No. No, because it was a really improvisation. Well, first of all, when I was, I think, 21, I had a record deal with Sony Music, and I had constantly programs that I played every evening. So for one tour, I played always the same songs. And after a while, you think about the minibar before you even start, you know? So because you think, oh, okay, there's the solo there, I have to play this. So at some point, I just said to myself, whenever I go on stage again, I want to surprise myself. So I'm using all these toys. And when I arrive here, I don't know which piano is there. So in a way, I have to prepare that. In a way, and for example, this children's drum that I... Ja, ik moet het toch even, I explain a bit in Dutch. Want voor de goede orde, zijn hele piano, of dat is dus niet zijn piano, maar de deksel is eraf. En in die vleugel zitten gewoon allemaal, nou ja, toys inderdaad. Ik zie een trommeltje,
Ik zie een tamboerijn. What's this? These are pieces from piano tuners. They are called string mutes. So you can actually mute all three strings to tune them. Ja. And they create a kind of drum sound, you know? Ja. So it's very nice because when you just put them here, they have a different sound. Here they have more notes, more tone. Okay, Hans, but let me go back to where you started. Because you're really famous, at least I know you. This band, God's Favorite Dog. Yeah, well, do you know God's Favorite Dog? Laten we even gaan luisteren. So, well, you told us every night the same set list. So the band, you quit with the band, and and then you start playing piano. And what was the first time you thought, well, maybe I throw something in the piano? Or I did a couple of techno records, and then I did a couple of electronic records because I thought the only way I can escape form, you know, like song structures, because I mean, your work at the radio, 3:20 is quite a magic time, you know. So I wanted to escape actually this 3:20 format, because always you had to sing a verse, then a chorus, then a verse, then a chorus. And it was so boring after a while that I thought it would be nice to have no form, and I can just play for 5, 10, 20 minutes if I want, but I also can play very short. And so I did electronic music in the beginning, and then I thought I don't want to play with a laptop on stage. I just want to try to find sounds that are similar to electronic music. So the first thing I put on the strings were beer bottle caps that were jumping. So they created a kind of tambourine sound. And then I used more and more different other stuff to create a kind you of... You still have the yes, the over there. This one. Ah, yeah. You know? Yeah. That's great. What are the most strange things you ever threw in the piano? Vibrators, actually. A vibrator, yeah. Yes, well, I'm using three. And when I was buying them in Düsseldorf at the airport, at the men's restroom, I bought them all. There was a slot machine, and I bought 10 of them. And then I went to America. A slot machine? Yeah, it was like a... a machine where I just put money in, and I just grabbed 10 of them, and then I went to America, and at the customs they actually found 10 vibrators in my luggage. Is er toevallig iemand die iets bij zich heeft? Nou ja, het hoeft niet per definitie vibrator. Can I ask something? Ik wil gewoon, heeft er iemand even iets leuks in zijn zakken wat je ook wel gewoon een wallet? Is a wallet? Ja, yeah? Okay. We can make. Music with a wallet. What's in it? Oh, we don't need to open. No, you're okay. I was just a bit curious. Yeah. Okay. Okay. So, okay. Leg de portemonnee dus dan ergens in de piano. En hij heeft er wel verstand van, want dat hij gelijk. Okay. Can you use it in your next improvisation? Yeah. Yeah, of course. It's like it's stamped, you know. So you have a lot of like. That is actually created by the wallet, yeah. By the wallet. And so you can use it mainly as a damper. Yeah. And if you throw the cards in here, then maybe they create some other stuff, but I don't want it. No, of course. Well, maybe a short improvisation now? Yeah. Yeah? Yeah. Ongelooflijk, hè? Hij flikt het gewoon. Hauska!
Huiska. Dankjewel trouwens voor het lenen van je portemonnee. Ik zal je de nieuwe cd geven. Hij heeft een cd opgenomen met Hilary Hahn, zeg maar een beetje de Duitse Janie Jansen. Is net een nieuwe cd, die heet Silvra. En hij komt ook weer spelen in Nederland. Dus als je hem echt wil meemaken, avondvullend programma. En ik kan je dat aanraden. Ik heb het zelf een keer in Groningen gedaan. Echt, je zit midden in een trip. Hij geeft een concert op 15 mei in de Duif in Amsterdam. De Wereldsband. Column. Elke week geeft onze huisband muzikaal commentaar op de actualiteit. Even kijken of we scherp zijn. Weten we waar het over gaat? Luister naar De Wereldband. Ach, het is gevallen. Het stond er nog maar net. Zo fijn, daar in zijn hoekie. Had het zelf daar neergezet. En nu zijn alle borden stuk. En alle kopjes die zijn plat, de lepeltjes zijn kwijt. En hij viel ook nog eens op de kat. Ach, gut, het is gevallen, het stond er nog maar net. Het was dan niet zo sterk, maar het leek een mooi kabinet. God, het was nu wel zo'n mooi oud ding, hoor. Jongens, wie willen nog eentje? Lekker, ik koop gewoon eentje nieuw op Marktplaats. De Wereldsband. Column. Even voor de check. Is er iemand die weet waar het over ging? Eerst er die het zegt. Wat zeg je? Wat zegt u, meneer? Zegt u, ik hoor het wel ergens. Het kabinet viel. Het kan heel goed, mevrouw. Je zegt het een beetje onderuit gezakt in de bank. Maar ook dat kan als je hier bent. Heeft u het wel naar uw zin? Ja, uitstekend. Heel goed. Een cd van Houska, de nieuwe cd. Dank. Precies. Allemaal hier te winnen. En De Wereldband is hier trouwens, oh sorry, volgende week weer echt live. Virus ontdekt. Elke week hier in Virus nieuwe jonge talenten van Codearts hier om de hoek. Hè, de school hier in Rotterdam. En vandaag hebben wij een strijkkwartet. Bestaande uit vier dames die ik voor de ouders die luisteren allemaal even voor zal stellen. Eva Otero, Anna Valero, Sofia Isabel Pastor en Laura... Oh fuck die achternaam. Laura Ravekas. Good. Oké, ik kan toch Nederlands praten, Laura? Een beetje, maar, ja, maar niet zo goed. Dus. Nee, maar ik heb jou wel Nederlands horen praten. Ja. Want ik kijk wel eens naar dat soort programma's. Sorry? Ja, dat doet ze net alsof ze niks weet. Zij deed mee, mensen, aan Holland's Got Talent. En, nou ja, de String Cats was echt een ding. Even luisteren wat Gordon over je te zeggen had. Volgens mij zijn jullie nog lang niet uitgestreken. En dat zei hij dan met zijn uitgestreken gezicht. Speel je nog iets met haar eigenlijk, of niet? Nee, ik heb gestopt met de String Cats, maar ik ben... Zo weer een catfight? Nee, nieuwe plannen in mijn leven. Dus, ja, en je studeert dus op Codearts. Wat ga je voor ons spelen? Gaan jullie spelen? Ravel Quartet. En nog een speciale reden waarom jullie dat hebben uitgekozen? Nee. Omdat het mooi is misschien. En voor de verandering, want vaak hebben die gasten van Codearts nog helemaal geen naam als ze hier komen. Maar jullie hebben wel degelijk een naam. Heel mooi. Quartetto Lorca. Thank you.
Quartetto Lorca van Ravel dus. Allegro Moderato Cantabile, een van de mooiste strijkkwartetten ooit uit de geschiedenis was dat. En dat was dus weer Codarts Rotterdam. De virusvuurdoop. Ja, even checken met de docent van vandaag, Jan Hollanders. Hoe gaat het? Gestaag. Gestaag. Als leraren zeggen gestaag, dan gaat het gewoon eigenlijk niet zo heel. We zijn wel best een eindje, maar hij is druk bezig. Laten we heel even gaan luisteren wat Michael aan het doen is op dit moment. Hij durft niet meer. Hij denkt, de leraar is er niet, die gaan we... Je hebt nog een half uurtje, Jan. Ik voel de tijd dringen. Succes. Ja, dankjewel. Tot zo. Je luistert naar Virus. En als je zelf ook een instrument wil bespelen of je wil gewoon iets doen, bezoek onze Facebook, facebook.com/muziekvirus. En doe daar de duimpjes omhoog. Loop ik hier in de foyer van de Schouwburg inmiddels weer eventjes naar ons saxofoonkwartet. Het Sirene saxofoonkwartet. We hadden het er net al een beetje over. Toen zaten we helemaal in de Indie Classic en de show heet Hollen en Stilstaan. Dus dan gaan we nu iets rustigs doen, Aukeling? We gaan nu een beetje stilstaan, ja. Dat klopt. En wat ik weet van de vorige keer, vertelden jullie dat jullie, jullie helemaal een menu gemaakt. Dat is echt heel grappig. En liepen jullie echt als serveerstertjes rond. Wat hebben jullie deze keer bedacht? Deze keer hebben wij bedacht een grafiek. Waarop mensen eigenlijk een soort tijdspanne zien over het verloop van het concert, onze beleving. Dus wij hebben eigenlijk onze beleving gekoppeld aan de muziek. Dus het kan zijn dat we denken, dit is wel heel erg mijmermuziekje. Of het is compleet uit je dak gaan. Of je slaat op hol, zeg maar aan die bewegingsmotieven. En het leuke is, mensen kunnen ook hun eigen beleving op die grafiek tekenen. Dus je kunt... Hebben jullie iets meegenomen of niet? Ik zou iets pakken. Oh, je ziet het op het scherm inderdaad, ja. Daar staat Hollen en Stilstaan. Ja. En zo ziet de verloop van de show dus een beetje eruit. Ja, dat is eigenlijk ons programma. Dus in plaats van dat je de stukken op een blaadje krijgt, krijg je een grafiek in je handen. En dat lichten wij dan toe. Of je het ermee eens bent of niet, dat mag je dan zelf bepalen. En we gaan nu naar een dipje dus even. We gaan nu even mijmeren, ja. Ja, precies. Ja. En wat dan precies? Want het is iets wat jij bewerkt hebt. Een heel oud muziekstuk van Palestrina. En waarom we dat gekozen hebben is eigenlijk, wat Lotte ook al aangeeft. Naast dat je compleet uit je dak wil gaan en alles wil meemaken, hebben we ook steeds meer de behoefte om gewoon volledig tot rust te komen. En daarbij is het ook heel belangrijk, iedereen wil zijn eigen individuele stem laten horen. Maar het mooiste is natuurlijk wel als je dat met elkaar kan communiceren. En al die dingen zitten eigenlijk in dit stuk. Maar hoe kom je er zo bij? Dat is 400 jaar oud. Nog ouder zelfs? ik noem ook. Maar we hebben hier besloten van dat is de rust die ik zoek. Nou, dit is gewoon muziek die mij al, die gewoon zo inspirerend is. Dat is eigenlijk het begin van de klassieke muziek. En dat je dat al zo mooi weet vast te leggen, is ongelooflijk eigenlijk. Ja. Oké, we gaan even rustig voor zitten. We gaan er ook even uitblazen, maar jullie gaan vooral blazen. Hier is het Sirene saxofoonkwartet. Thank you.
Het Sirene Saxofoon Quartet. Fantastisch. En zo dadelijk gaan we nog een stuk van zo horen of we dan in een piek of een dal zitten. Dat maken we vanzelf wel mee. Ik zie er net een Twitterberichtje voorbij komen. Hekje muziekvirus. Hè. We hebben zelfs fans in Spanje op het moment. En dat zal misschien ook wel te maken hebben met de internationale grootheid die we hier hebben. Die nu op dit moment even een tape dingetje erbij pakt. Ik heb geen idee, Hauske. What's the plan? We are playing together. Oh, really? Yes. Oké, okay. Ja. Yeah? Nou, dat lijkt me een uitstekend idee. Dat wordt hier, het ontstaat hier allemaal even. Dus, we hebben hier het Sirene Saxofoon Quartet. Heb je enig idee, Aukelien, wat jullie dan gaan doen? Of, Nou, dat wordt een verrassing. Oké. En nou ja, we hebben dus Hauske achter de piano, die nog eventjes alles in orde moet maken met zijn tape en zijn dingetjes. Ze heeft nu wat aluminiumfolie dingetjes van een kaars of zo erin gegooid. Where are the balls, Hauske? They are here. Oh, you brought them with you. Ah, the ping pong ballen. Maybe later. Yeah, if you have time. Yeah. You know. We have time enough. Yeah. Ja, no, just threw some. Hij gooit er even een paar ping pong ballen erin. Heeft ze gewoon zijn boodschappentas bij zich. Het is een feit. Ready? Yes. Oké. Okay. Een totale improvisatie hier van het Sirene Saxofoon Quartet en Hauske. Ongelooflijk.
Ongelooflijk. Oneerbiedig gezegd, ze deden maar wat. Maar je zag juist dat ze echt muziek aan het muziek waren, maken waren. Wow, that was great. Sirene Saxofoon Quartet en Houska dus al hier. Ik moet het nog even uitleggen, toch voor gewoon de mensen die ouderwets alleen Radio 4 luisteren en echt geen beeld hebben. Hij heeft dus wat ze noemen een prepared piano met gewoon allemaal dingetjes erin. Nou ja, de pingpongballetjes die hoorde je misschien wel schieten. Houska, I was wondering, is there only a prepared piano or can you also make a prepared violin? Well, you can try that, but we tried that a couple of times. You can prepare... Wait a minute. Sorry, Laura, kan je eventjes meekomen? Ja, tuurlijk. Okay. We can try it for 1 second, maybe. Yes, we can. But the problem is because you have with the violin, you have just a very small resonance body. Yeah. So the preparations are very quiet. You know. So you when you put things between the strings, it's very hard. I can use the. What is very nice is. We laten het heel hoor, Laura. It's not my violin, so... Ah, oké. Okay. Hij had nu zo'n stoor, toch vibratorachtig dingetje. Tegen die viool aan. Ik geloof dat Laura het niet heel leuk vindt. Ja, sure. Ja, sure. Well, you can work a lot of on the cello. You can work very nicely with a rubber ball with like these flumis, like yeah. Because they when they are on a very thin metal stick. And with a saxophone. The saxophone, actually, there is a. I heard a saxophone player from New York. He was produced by a guy called Ben Frost, who is a very wonderful electronic musician. And he did, I don't know his name, but he did actually a whole recording with 14 microphones on his body. So he has microphones here on his throat and every flap of the baritone saxophone. And it sounds actually like a whole drum machine plus vocals, but it's just one recording. And it's because he's singing while he's playing and he's doing all the percussion on the flaps. So in a way you can work on one instrument, you can do a lot of things if you're not shy. I mean, yeah. A lot of people told me, I don't know how many people told you, what is not possible. Yeah, of course. You know? So don't do it. It starts with your parents, yeah. Then it goes on in school, then at university. So everyone tells you, no, you know, this is the limit here, this is the line. If you cross that, that's not art anymore, or this is not this, or this is not this. So I'm totally, I think these people are actually bothering other people, so they should maybe work on their own boundaries. You know. Thank you for crossing the line tonight. Thank you. Houska, wat een held. Top. En hij is 15 mei dus in de Duif te zien en hij heeft net een nieuwe cd uit. Dit is Virus, met alweer het volgende experiment. Want we hebben wel gasten. Wie zijn zij zijn? Kom even naar voren, jongens. Zij zijn Tom en Thomas, oftewel Boef en de gelogeerde aap. Geef ze maar even een warm welkomstapplaus. Jongens, ik ken jullie van mijn werkzaamheden bij 3FM. En daar zijn jullie heel hip en happening. Ik had klassieke muziek, ja, dat hebben jullie misschien ook bij mij. Maar ik had dat allemaal niet zo heel 1, 2, 3 bij jullie. Dat had ik niet zo gedacht. Ik ook niet. Nee. Maar wat hebben jullie met klassiek? Wat zijn dingen die jullie wel mooi vinden? Want hoe je het bent of keert, je komt er altijd mee in aanraking. Nou ja, ik heb vroeger in ieder geval vanuit huis uit, heeft mijn vader altijd wel klassiek geluisterd. Maar ik haakte dan toch snel af. Maar het is wel mooi, het is knap. Want het gaat zo snel en het zijn echt noten die ze spelen. En het is totaal iets anders dan rap of dat gewoon een beat. Totaal iets anders. Heb jij bepaalde classics? Niet echt, man. Nee echt helemaal niet gewoon. En hoe hebben jullie vanavond, want we gaan jullie koppelen dus met het Sirene Saxofoon Quartet. Nou ja, dat die kunnen improviseren hebben we net gezien, maar wat gaat er gebeuren? Ik heb een drumpatroontje klaar liggen en deze man gaat natuurlijk met de vocaal aan de gang. Ja. En ja, hun blazen net weg. Ja, het is voor jullie, hè? Ja. Kijk, dat is je bier. En dan gaan we staan achter je computertje dan. Ja, dat is goed. Ja, dan gaan we. Het is niet zomaar iets, want we gaan wel eventjes...
Dus, wat pak je erbij? Nou, even deze. Oh, even de mic. Ja, dat is misschien wel makkelijk voor een rapper. Het is namelijk niet dat jullie zomaar iets gaan blazen, want ik zie het hier al staan. De bladmuziek van The Queen of Sheba van Handel. Is dat iets van de jongens of daar komen jullie dan mee? Daar komen wij dan weer mee. Okay. Ja. En is dit voor jullie dan, want ik bedoel, zij doen heel cool, maar zijn eigenlijk super zenuwachtig. Dat zie ik aan alles. Hoe zit dat bij jullie? Want ja, jullie hebben ook nog nooit echt met een rapper en een dubstep producer gewerkt. Nee, maar wel ontzettend leuk om te doen. Ja. Ja. Nou ja, we kunnen er lang over praten, maar dat gaat gewoon nu gebeuren. Laten we nog langer doen. Nee, we gaan het doen. Een unieke samenwerking, zoals je dat alleen in Virus hoort. Boef en de Gelogeerde Aap, samen met het Sirene Saxofoon Quartet. Yes. Nachten te lang is een schande. Hals over kop vertrokken, de zon komt op. Verdacht van alles, de anderen vallen. Hoe harder we knallen, hoe zat de McAlter? Ik weet het niet meer, Bavaria klappen de halve bakken. De rest is een stad in. Elektrofans, ze redden de sfeer. En de reddende engel ben ik. Tellen tot 10, rellen misschien. Wie ben ik om de boel te verkloten? Open je ogen, rode ogen door blauwe. Ben niet te klonen, jullie zijn clowns. Ik doe baan, jullie doen aan. Monkey business, middenstip circus, rikken tikken die handel en sparen voor tickets voor Circus Aap. Monkey business, middenstip circus, rikken tikken die handel en sparen voor tickets voor Circus Aap. Aap, 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 aap. Gingen totaal als op paaspop, kaaskoppen sloten de tent finaal. Niks arm moet proef met risk of hart is troep met toef. Achterzaam, zie onderarm, starten mag, doe ik niet meer aan mee. Liefde is één, zo moeilijk niet speelt, wij rijden daarheen is geen probleem. En hé, verhoudingsgewijs, wijs je vaker naar mij. En hé, is geen probleem, ik deel je vinger door twee. Eerlijk verdeeld, bandjes wisselend lowlands. Zelfde doen op solar, letterlijk dolle dagen, die doe je de tas op. Je steekt geen tijd in de kracht op, gaat land op met een factor. Jij een tractor, wij in, jij een aftocht, wij winst, jij een kraslot. Fluitende ketels, krakken, mikkige keukenkastjes komen om het kwartier weer vast te zitten. Omdat ik langsloop, vast te zitten. Omdat ik langsloop, ik langsloop, ik langs, 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 langs loop. Yeah. Ja. Ah, mooi om te zien. Ook die blije kopjes van Boef en de Gelogeerde Aap, want trots mogen ze zijn. Ze traden hier vanavond op samen met het Sirene Saxofoon Quartet. Yeah. Natuurlijk, yeah baby. Die straks overigens terugkomen met een echt heel mooi werkje nog. Als je meer informatie wil over al deze artiesten, dan bezoek je natuurlijk onze site. Dat is radio4.nl/virus. Caution. 3, 2, 1. De blaastest. Ja, tijd voor de blaastest. Dit seizoen spelen we dat met de Alpenhoorn. Hij is 3,40 meter. En ik vraag me af, is er een vrijwilliger of zal ik hem of haar aanwijzen? Oh, je wijst je vriendin aan. Dat is leuk. Dat doe je goed. Ja, heel goed. En wie ben jij? Danny, en wie ben jij? Kikkel. Oké, Kikkel. Heb je er zin in? Nou, ik moet even aan het idee wennen. Loop maar met me mee, Kikkel, want jij gaat het doen. Dit is Dikkel, nee, wat zei je? Sorry, nee. Kik, precies. Is een bikkel, want ze doet wel mee. Aan de blaastest. Heb je ooit eerder een instrument bespeeld? Nee. Helemaal nooit? Nee. Heel goed. Nou, voordat ik de stopwatch stap, je ziet hier een bord met de lengtes in secondes. Dus als je gewoon lekker gaat, dan ga je 22 seconden. Maar laten we eerst even kijken of je... Nee, je mag laten. Laten we eerst even kijken of je er een klein geluidje uit krijgt. Dat zou alvast fijn zijn. Uh-oh. Ja, ik kan je ook niet helpen, meid. Iets met lippen en bewegen. Nou, daar leek iets te ontstaan. Wil je nog één keer proberen voor de vorm? Want dan heb ik de stopwatch nog niet gestart. Of moet ik dan toch je vriend even vragen? Dat is toch wel wat die... Ja, die krijgt er dan misschien toch nog een geluid uit. En dat is uiteindelijk ook de gast die jou opgaf. Heb jij ooit iets van een blaasinstrument? Niet echt, nee. Oké. Nou ja, kijken of jij... meer afgaat dan je vriendin, of niet? Ja. Je krijgt het heel warm, ja. Dat zie je als je uit. Oké. En dit is de eerste test. Ja, dit is gewoon de test. Ja. Dat krijgt hij dan maar voor elkaar. Oké, ben je er klaar voor? Daar gaan we dan. Lang
niet gek. Dat is, nou laat ik het afronden, je begon iets later, 11 seconden. Ja, nou je staat er in ieder geval niet onderaan, daar kan je mee thuiskomen. Ja. Je hebt thuis het een en ander uit te leggen. Ik wens je nog een fijne avond. En wil je ook meedoen? Je weet het, hè, kom langs. Elke donderdagavond hier in de Rotterdamse Schouwburg. Ja, we gaan, ik heb het al gezegd, het is niet zomaar even iets. We gaan nu echt een meesterwerkje beleven. Het is een zeer moeilijk stuk, maar ze gaan het helemaal spelen in de versie zoals het hoort. Het is het wintergedeelte van de vier seizoenen. Vivaldi dus. Het Sirene saxofoonkwartet. Zij toeren dus nu op dit moment door Nederland heen met hun stuk Hollen of Stilstaan. En er is net een nieuwe cd uit, zeg maar van de vorige show, Proeflokaal. En check dat. Maar ga ze vooral live zien, dat is nog veel leuker. Hollen of Stilstaan dus. Het Sirene saxofoonkwartet. Zij blijven staan, want zij gaan meedoen met de grande finale van dit programma. Ik zie al een beetje Offenbach en de Kan-Kan. Natuurlijk doet Huiska ook mee. Ready Huiska? Yes. Oké. We hebben natuurlijk het Codarts. En ik zou willen vragen, jongens, Boef in de gelogeerde aap, komen jullie er ook even bij? En natuurlijk is daar de man van de vuurdoop. Waar is hij? Ik zie Jan wel staan. Jan, waar heb je je kandidaat gelaten? Die kandidaat staat daar in het midden. Oh, daar staat hij. Godzomme, te herkennen aan de van God. Hier is Michael.
Oké, Michael, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ja? Ja, mooi. Ben je er klaar voor? Ik wel. Ja? Zeker wel. Ja, maar je bent wel heel erg overtuigd van jezelf. Nou, ik doe mijn best. Maar je krijgt op een gegeven moment een solo, hè? Dat weet ik, ja. Ja, ja, ja. Ja, nee, maar dat heb ik zin in. Ja? Ja, ja, ja. Oké. Nou ja, tof. Dan gaan we dat gewoon doen. Ik check nog even dan met Jan. Jan, ben je ook tevreden? Ja, wel zeker. Het is alleen een aparte versie van de Cancan geworden, maar dat misschien wel. Ja, ja, dat wordt het sowieso met deze keuren aan artiesten. Oké, dit was Virus voor vandaag. Check alles op radio4.nl/virus, op Cultura24 en ook op TV Rijnmond. Daar zijn we te zien. Volgende week dan is Art Royakkers hier. Een thema-uitzending. Ik ga zeker luisteren. Het gaat namelijk over dans. Dans op de radio. Ik vind het nu al knap. Met onder andere het Scapino Ballet dat langskomt. En nu dus, de gezamenlijke eindclash. Kijken of ze het kunnen. Ken van Offenbach natuurlijk. Alle artiesten samen. Doe je ding! Virus, wil je Virus ook bijwonen? Kom volgende week hier naar Rotterdam. Wij gaan door, we zijn mooi in de aap gelogeerd, want de gelogeerde aap gaat hier de plaatjes draaien. Tot volgende week!